Yo mensen van DNL Gaming Master, vandaag weer een video, een gameplay op, hoe heet die map eigenlijk? Daniel. Oh ja, op Downhill van DLC 2 volgens mij, weet ik niet precies, dat boeit me eigenlijk ook geen ene bal. Vandaag zit ik met de clan leader van DSK, de Serial Killers. En ze zoeken geen leden, want het loopt best wel goed, maar ze vinden het leuk om extra leden te krijgen, om mee te gamen en zo. Het is niet echt de clan die per se gaat voor het winnen. Ja, ook voor het winnen natuurlijk, maar. Ah, eigenlijk wel, man. Als jullie niet winnen, dan is het niet erg. Dan word je niet uitgekickt. Of wel? Nou, dat niet. Nee, Nog dan niet. vind ik het gewoon meer voor de gezelligheid. Maar het is wel een hele pro-clan. Het is 16 plus. Ja, voor de rest, vertel eens even wat over de clan. Wat doen jullie nogal met de clan? Ja, het is voornamelijk veel plezier hebben met elkaar. Ik bedoel, we spelen wel voor de winst in principe. Ik bedoel, weet je, we spelen wars in de zin van echt voor training voor cups. Heel veel mensen denken dat DSK, voornamelijk als je pro limit speelt, dat wij cheaten. Geloof mij, dat doen we niet. Hoe kan dat wij zo goede leden gekregen hebben, dat weet ik eigenlijk gezegd niet. Het is meer mensen komen naar ons toe en ja, het is gewoon zo. Mes. Als je zelf hackt, word je denk ik ook uitgekickt uit de clan, of niet? Ja, sowieso. Ik ben, in ieder geval, ik persoonlijk ben zeer tegen hacken. Als ik ook merk dat een van onze DSK-leden wordt aangemaakt voor hacker, dan boeit het me niet. Maar op het moment dat ik echt merk dat het echt gehackt heeft, geloof me, dan ben ik ook de enige die ook echt je hele leven zuur gaat maken. Gewoon puur, je beschadigt onze naam en je bent hacker. En dat is gewoon. Gewoon kut. Ja, ze hebben ook een Teamspeak 3 server, want je hebt wel een, ja, je moet 16 zijn. Je hebt een headset nodig. Een goede headset, want anders heb je er nog niks aan. True. En wat nog meer? Ja, Teamspeak moet je hebben. Ja, voornamelijk wil je team 2 of team 3 joinen, is toch echt gezelligheid. En voor team 2 moet je al wat skill kunnen tonen. Voor team 1, ja, het is voor gezelligheid sowieso altijd. Maar voor team 1 moet je sowieso echt gewoon skill hebben. Dat is gewoon het Zoals belangrijkste er ik, is. hè? Ik bedoel. Sorry? Skills zoals ik. Je moet net zo goed zijn als mij, dan kan Ik zal stil zijn. het. Maar het is. Team 1 en team 2. Nee, team 2 en team 3 spelen meer voor gezelligheid, voor het plezier, voor de gezelligheid. En team 1 speelt echt gewoon. Ja, puur voor de winst en puur voor sponsors en voor de prijzen. En dat willen we ook gewoon graag zo behouden in het team. Ja, ik zal ook. Jullie zien hem nu hier spelen. Het is de eigenaar van de clan. De old clan leader, zeg maar. Ja. Ik zal zijn YouTube-kanaal ook in de beschrijving zetten. Ik zal TeamSpeak IP in de beschrijving zetten, want dat mag denk ik wel, hè? Yes, public key speaker zo. En de site. Ik denk dat je ook eerst een trial krijgt als je. Yes, op het moment dat jij aanmeldt, uiteindelijk je bedoelt aan de leeftijd, want je bons onzin. Je hebt geen cheat en zo. Dan onderga je een trial periode. Afhankelijk van hoe druk wij het hebben, in de zin van we hebben veel wars, we hebben veel cups. En uiteraard de beschikbaarheid van de leaders. Gaat het snel of het gaat langzaam. Dus daar kan ik niet echt een tijd over geven. In die tijd mag je wel gewoon met SKT logo spelen. Uiteraard wel naar toestemming eerst. In die tijd zal je een paar keer meedoen met wars. Dat wordt ook aangegeven dat dat een trial was, dat soort dingen. Tussendoor word je ook al gevraagd om af en toe zelf mee te doen met een filmpje, wat dan ook. Hou rekening mee, mocht je mee willen doen, je wordt join niet op basis van één match. Kijk echt hoe jij speelt over een verloop van matches. Op het punt te kijken van, weet je, is het eenmalig is goed of is het altijd goed of whatever. Trouwens, wees gewoon actief op de site en op de Teamspeak. En dan komt het meestal goed. Oké. Ja, dat is het denk ik wel. Geniet maar gewoon van deze gameplay, denk ik of zo. Huh? Niks, ik zat een beetje mee te lullen. Ik was een beetje door de war. Heb je ook last van lag? Nee. Ik wel. Ik Dus weet, nu de voel ik mensen me in echt de heel gebouwd. SK1 hebben vaak ook wel een goede PC, dus dat is ook wel vaak een handigheid.
Ja, maar als je een goede PC hebt en je internet valt, dan hebben we er nog niks aan, hè? True. Oh, ik Lol, clean ik screen. schiet iemand gewoon dood door de rook heen. Oh, 2 headshots. Oh, dat is nice. Trouwens, dit is een gameplay die tegen bots en gewoon mensen, dus mensen denken er niet te veel van. Ah, het is niet per se tegen bots, het is 3 tegen 3. 3 tegen 3 kan mensen en ook 3 bots bij in elk team. Dus het is een beetje simpel, maar het werkt in de snelheid meer XP op dan normaal gameplay. Ja. Even Al een had ik mix straks kills wel een maken. 70 op 0. Huh? Ik had straks een 70 op 0. Lekker. Maar iets van 30 kills door de swarm en de tech talks. Maar ja, het was wel 70 op 0. Ja, ik krijg mijn dox niet op dit moment. Ik ging net van tevoren dood. Ja, ik straks ook met 1 kill. Serieus, 1 zo'n fucking kill van assist was al genoeg geweest. Dan word ik gewoon fucking hard genaaid door mijn eigen vriend. Only fucking sniper, ja. Dan zeg ik stoer. Oké, jij toont wel even een skill. God. Nou mensen, kijk de rest gewoon nog maar naar de gameplay of zo. Abonneer ook eventjes op mij en op hem. Juan of hoe moet je het eigenlijk uitspreken? Ja, gewoon is goed. Ik Juan. heb wel meer mensen last hebben met de naam. Ja, het is een Wat? aparte naam. Lol, ik zit gewoon door het gebouw in bij A. Binnen zeg maar. En ik heb gewoon een headshot, dat is best wel baas. Ja, wat gaat die gast nou stoer doen? Slaat hem lekker. Ik heb zin om dadelijk tegen bots te gaan en dan keihard scorestreak te halen. Oké, mensen, duimpje omhoog als je vindt dat het of een goede clan is of dat ik gewoon goed speel. Nou, doe maar sowieso duimpje omhoog. Een like. Ach nee, dat is hetzelfde. Ja. Ja. Stil. Ik weet niet waar die ander is. Oh lol, is hij weg. Waarom ben je nou weer eerste? Ik wil eerste staan. Dat vind ik altijd gevals. Ik ga slecht man, dus Ja, mij maar ik mag je ga ook eerst niet zijn. goed. Ik vind dat je eigenlijk tegen bots dan is het nogal niet altijd even makkelijk hoor. Want soms dan schiet je echt in één keer helemaal overhoop. Klopt. Ah, sukkel, gaat hij met sniper, hè? Ah, ik win toch wel. Ook nog maar net of zo, maar ja. Ik won wel. Gek van die tube man. Ben jij? Dat is het enige wat ik echt haat aan elk freaking kot die je hebt. Mensen die tuben. Oh. Ja. Die denken gewoon rebel te zijn. En dan. Je kreeg net zo door een bot. Ja. Was ik de laatste? En je wordt ingehaald door een bot op de scorelijst. Echt. Ja, maar die heeft gewoon alles gecaptured. Het is wel het punt van het spel, hè, capturen. Oh, dat is echt een flutkluis. Ik speel gewoon met geluid gewoon op mijn speakers. Dat is eigenlijk helemaal niet slim. Oh, dat was een dikke 360 geweest die raak was geweest. Welke dag is het vandaag eigenlijk?
Donderdag. Ah, oh, vies! Ik mis triple headshot. Zo, ik schiet hier even twee achter elkaar neer ineens. Of wordt dat 3? Ja, dat wordt 3. Wordt dat 4? Ja, dat wordt 4. Hardscope of fresco? Nee, gewoon quickscope, hè? Ah, headmark. Oh, ik heb een 5. Ah, ik zit nou op 3. 6. Dat was wel hardscope trouwens, die laatste, maar... Ik heb wel 6. Ik heb UAV. 7. Ja, jij. 8. Zullen we eigenlijk even tegen bots en dan een only sniper? Oké, okay, ik heb oh, 8. Ja, ik heb er ook 8, maar ik ging down. Wie gaat er dan ook weer down? Oké, ik heb een 9. 2 headshots. 10. Oké, ik ga daar echt even tegen bots, dat is grappig. Doe je mee? Ah! Kom op met die 11e. Ja, gaat hij hem doodschieten? Wat denkt hij wel niet, die gozer? Ah, ik had hem met de 12e hitmark en toen ging dood. Hé, hey, zet nog je, even boven je missile in, pik. Huh? Hij moet zijn missile inzetten. En dat heeft hij niet gedaan. Had hij tenminste nog punten gehad. Nou mensen, dit was het. Tot de volgende keer.